mijn nieuwe vlog. Ik ben Nelly. Ik ben Ali. Wij zijn op camping... Wacht even. Ja, dit is een hele goeie. Weet je, dat de Rietkraag. Gewoon... Ja, wij zijn op de Rietkraag. Ja. In Lemelerveld. Ja, daar zijn wij. Het is... Hoe laat is het? 9:45. 9:50 en wij zijn net wakker. Ja. Maar er is vanmorgen vroeg een beetje een... ik heb iets niet heel slim gedaan. Ik werd om 6:00 wakker en toen dacht ik... Oh, ik ga even die vruchtjes uit de vriezer pakken. Want dat verwerkt mijn blendertje niet. Bevroren vruchtjes. Dit is natuurlijk een blendertje van niks. Niet net als thuis. Dus ik dacht, ik doe even die... die uit te vriezen. Dus wat had ik gedaan? Ik had dit pakje uit die vriezer. Ik was op mijn bed blijven liggen. En uit de vriezer op het aardig gezet. Dus dat was helemaal gaan lekken. Nou, Aal heeft de boel helemaal gereinigd. Maar het zat overal. Het is heel mooi weer. Stralend mooi weer. Maar hier hebben wij denk ik de zon niet. Nee. Oh, daar in het hoekje. Dus kunnen we daar gaan zitten. Ja. Eén grote ananas kleefbende. We hebben voor het eerst ananas trouwens. Ja, en op een gegeven moment kwam hier ook nog een wesp. Ja, die ging daar. En die wilde hier natuurlijk in. Maar ja, dat kan niet. Gelukkig. Stel je voor dat je geen horretjes hebt. Ja. Dan ben je weg. Dan heb je een wesp om je oren gehad. Dan lig je 's morgens vroeg met een wesp in je bed. Nou, ik ga mijn smoothie maken. En... dan gaan wij ontbijten. Ananas, banaan en yoghurt. Nou, daar gaat hij hoor. Hij doet het niet. Dan pakt hij hem niet. Dan moet je zo met een lepel roeren. Kijk, dat bedoel ik. Thuis, daar zit er natuurlijk veel meer power in zo'n ding. Hier zit nog een stuk. Af en toe even een beetje omscheppen met een lepel. Ja. Smoothie 1 is klaar. Ik ben ook wel benieuwd of dit lekker is, want dit is ananas. Die hebben wij nooit. Nee. We hebben altijd framboos, mango, maar nooit mag ik ananas. Een glas voor jou? Oké. Okay. Nou, die is voor jou. Proef maar even. Hoe je het vindt. Dit wordt mijn favoriet. Echt? Ja. Deze is lekker. Echt. Oké. Okay. Echt. Geen gekke structuur. Nee. Want ik heb pas geleden... wat had ik toen meegenomen? Persikstukjes. Dat was niet, lekker. Die structuur is heel gek. Is heel gek. Maar dat hadden we eigenlijk ook van deze verwacht. Want ik dacht gisteren dat ik de mango had gepakt. Maar toen kwamen we er thuis achter of in de caravan achter dat het ananas was. Toen zeiden we nog tegen elkaar, dit wordt waarschijnlijk ook zo'n gekke structuur. Want ananas heeft ook van die... Ja. Nou ja, jullie snappen wat ik bedoel. Maar niet dus. Maar niet. Het is echt lekker hoor, serieus. Oké. Okay. Ik haal dus net eventjes water bij het watertappunt. En Nelly die zit die smoothie hier aan het maken, maar... Als je hier buiten gaat staan, dan lijkt het net alsof, alsof er iemand aan het klussen is in die caravan met een boormachine. Dus ik zeg, nou, als je niet weet dat die blender daar staat, dan denk je serieus dat er iets verbouwd wordt. Dus we gaan eventjes naar buiten toe. Nelly zit hier binnen. Ja. Nog steeds. En dan gaat Nelly nu eventjes die smoothie verder afmaken. En dan gaan wij eventjes luisteren van buiten af. Kunnen jullie het ook ervaren? Ik hoop natuurlijk dat jullie het net zo goed horen als mij, maar hoe dat klinkt. Ja, doe maar. Ja, voor mij klinkt dit echt als klussen. Ik ben even de caravan aan verbouwen. Ik ga even het bed aan die kant doen en het aardig aan die kant.
Ja, vertel het hele verhaal maar even. Doe even normaal. Kijk eventjes. Het punt is eraf gevallen. Hij viel op de grond hier. Ze is haar eigen vergeten. Ik ben dus mijn. Ja. Ik heb dus nu die van Nelly heb ik kapot gemaakt. Want ik heb mijn eigen oogpotlood ben ik vergeten. Dus ik zeg tegen Nel: mag ik dan die van jou eventjes gebruiken? Ja, tuurlijk, zegt ze. Maar ja, met dat ik hem uit het tasje wil pakken, valt hij op de grond. Precies met de punt ook. Wie verzint het? Dus nu ben ik op zoek naar een puntenslijper. Nel zegt dat hier wel een puntenslijper in dat gebouw ligt, maar ik let er normaal gesproken nooit op natuurlijk. Ik bedoel, wanneer heb je dit nodig? Puntenslijper, nooit. Misschien in het knutselhok van de kinderen. Oké, ik ben nu in de slecht weer accommodatie. Normaal gesproken liggen hier allerlei, ja, hier liggen de spelletjes en zo en boekjes. Dus ik dacht, en Nelly zei dat ook al, dat hier wel iets van kleurpotloden liggen met een puntenslijper. Maar weet je, ik ben zo slecht in zoeken. Nou, hier hoef je dus al niet te kijken, want dit is een keuken. Even kijken of het hierin ligt. Boeken. Nog meer boekjes. Spelletjes. Spelletjes. Ja, wat is dit? Dit begint erop te lijken. Stiften. Ja. Potloden. Dat meen je niet, er ligt gewoon een puntenslijper. Oh yeah. Helemaal blij met mijn potlood. En ik denk dat Nel ook wel blij is, want die zei al, ja, nu heb je mijne ook kapot gemaakt. Wat een vrouw al niet over heeft voor make-up. En weet je, ik gebruik helemaal geen make-up, maar dit is het enige wat ik gebruik, een potloodje, dus... Ja, ik weet niet, ben je dan zo gewend? En als je het dan niet op hebt, dan voel je je gelijk. Ja, ik weet niet. Een man begrijpt dat waarschijnlijk niet, maar dan voel je je gewoon niet compleet. Oké, nou, nu tijd voor ontbijt. Ik heb hem geproefd, lekker. Ja, vond je het lekker, ja. Die ananas? Ja, dat kan ik thuis ook wel doen. Ja, inderdaad. Zo. Hoe lekker is dit? Gewoon in het zonnetje ontbijten. Heerlijk. Genieten dit hoor. Mm-hmm. En ik heb hier ook best wel lekker geslapen de eerste nacht. Wel vaak wakker geweest, maar dan viel ik eigenlijk gelijk weer in slaap. Maar gewoon lekker rustig hier. Heb jij ook lekker geslapen? Volgens mij ben ik ook niet wakker geweest. Ja, om 6 uur voor die ananas. Oh ja, voor die ananas. Maar de vorige keer werd ze om 3 uur in de nacht wakker voor de fruitstukjes in de smoothie. En toen ging ze dus de diepvries leeg. En ik weet niet of ze dat toen verteld heeft. Maar toen pakte ze dus uit de diepvries en toen had ze het deurtje in haar hand. Dus maakte een erry. Nou, ik denk dat het hele campingveld wakker was van jou. Dan heb ik even de deur er weer in geklust. Ja. Dus vanochtend om 6 uur ging ze die ananasstukjes eruit pakken. En toen dacht ik al, nee, nu niet. Maar het ging goed en het maakte niet nou, veel herrie. Maar ja, weet je, zo'n caravan is wel gewoon gehoorig. Je hoort wel alles. Maar 6 uur is het tijd om wakker te worden. Ja, en mevrouw komt er zelf om 9 uur uit, 9:30. Nou, ik heb even afgewassen. Ali is denk ik vertrokken naar de winkel. Die zou dat doen. Dus dat ik terugkwam was zij er al niet meer. Die is even kaas gaan kopen.
Want ik had wel... Ik had broodjes, maar ik had geen beleg. Dus die is dat even gaan kopen. En dan gaan we lekker even fietsen. Alles past er net in. Op een hele tactische manier. Een broodje. Wat heb je nog meer gekocht? Ik heb hummus, pikant. Oh, lekker. Groene pesto. Oh, heerlijk. En zoete olijven voor vanmiddag. Oh, heerlijk. Maar nu ben ik het belangrijkste vergeten. Een wijntje. Een wijntje. Hoe moet je nou met olijven zonder wijn? Nou. Maar ik dacht, dat staat hier wel. Maar nee, wijn heb ik ook niet meegenomen. Maar we hebben wel radler. Is dat lekker? Gepakt. Olijven met radler? Olijven met radler 0.0. Hebben we ook niet meer. Geen radler? Oh, eentje. Oh, nee, twee. Twee blikjes rafelen. Meloenen te koop. Heerlijk. Een watermeloen en een cantaloupe. Nou, jij denkt zeker dat wij hier... En crispy witte chocolade. Dat ga ik even in de koekjes doen, anders is het gesloten. Kan dat niet in de deur? Ja, zo ja. Ik heb nog meer voor in de deur. Oh. Dat gaat hij niet dicht, denk ik. Nee. Nou, ja. Ja, hij gaat wel dicht. Dat moet ook allemaal nog in de koeling. Nou ja, dit wil ik op mijn brood, die groene pesto. En deze misschien, op dat broodje. Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we ons even klaarmaken en dan gaan wij op de fiets. Ja, want wij hebben nog een fietsknooppuntenroute van jouw ouders. Kijk. Twee briefjes. Die met het krulletje, die hebben ze zelf gefietst. Die was erg mooi, zeiden ze. Die start ook vanaf de camping. En deze, dat weet ik niet, die hebben ze zelf ook niet gefietst. Maar die moesten wij dan fietsen en dan laten weten hoe die is. Ja. Dus, als jullie nog fietsers zoeken voor een knooppuntenroute waarvan jullie zelf denken, we willen eerst zeker weten of het mooi is. Je kunt ons inhuren. Wij fietsen het. Oké. Nou, ik ga aan de slag. Ik ga even een broodje smeren. Wij zijn begonnen aan onze fietsroute. Heerlijk. Het is hier wel erg mooi. Ja. Ik denk dat we nu ongeveer, even kijken op die kilometer teller, 10 kilometer hebben we gefietst. Maar je komt dus vooral langs zulke boerderijtjes. En je ruikt de mest. I love it. Jij bent zeker fan van stikstof. Nee, weet je wat hier ook heel veel is? Dat valt me wel op in deze streek. Veel omgekeerde vlaggen natuurlijk voor de boeren. En je ziet ook wel veel spandoeken. Tractors met spandoeken eraan of vlaggen erop of auto's met zakdoekjes en zo. Dus het is hier echt wel, ze zijn hier wel fanatiek, vind ik, ja. Voor het opkomen van de boeren. Ja. Eventjes stoppen bij dit bankje en dan gaan we opwarmen en even lunchen. Het uitzicht op een kunstwerk. Wat is het? Boetelen. Corona. Corona. Nou echt, wat staat hier? Heel vreselijk. Corona. Het is een kunstwerk en het zijn twee buurtschappen, gescheiden door Rijksweg en Spoorlijn. Dat is het. En het kunstwerk eet corona. Ik denk dat die naam verzonnen is.
Op het moment dat er nog geen corona bestond. Nou, anders kom je hier niet op. Nee. Nou, ik zie een caravan en ik denk dat ik ga kopen. Kijk dit dan, mensen. Dit is toch geweldig? Ik ga even een foto maken van het telefoonnummer. Deze is geweldig. En ik vind dat hij er ook nog best wel mooi uitziet. Maar even serieus. Gisteren zaten wij in de auto. Toen reden we naar de camping toe. En toen zei Nelly, ik heb een idee. Nou, vertel Nel. Nou, ik heb een idee. Want ik dacht... Oh, wij houden natuurlijk zo van kamperen en caravans en bla bla bla. Ik dacht, wij gaan een oude caravan kopen en die gaan we dan in de winter om in de kampeersfeer te blijven een beetje opknappen. Een beetje pim. Nou, en nu fietsen wij dus net na het broodje, fietsen we weer de hoek om en staat deze op een oprit. En daar fietsen we gewoon zo tegenaan. En dit modelletje, even serieus, dit modelletje liet jij gisteren ook zien. Toen zei je van, ja, als we dan een caravan gaan opknappen, wat we natuurlijk dan ook willen delen met jullie, dan wil ik wel zoiets model. En nu staat hier gewoon eentje die aan die eisen voldoet. En ik vind hem er ook nog, ik vind hem er nog wel prima uitzien eigenlijk. Ik denk dat hij wel heel goed is onderhouden. Want zulke caravans, die worden natuurlijk ook wel gekocht door mensen die een liefhebber zijn van dit merk. Maar ook gewoon echt van caravans. Ja. Er staat ook een bosje bloemen op de tafel. Ja, dat had ik gezien. Heb je het nummer opgeschreven? Ik heb een foto gemaakt. Er staat ook een geurverfrisser in. Ja, ik denk dat er wel een luchtje in hangt. Als ik eerlijk ben. Maar ja, dat is meestal met wat oudere caravans. Nou, heel leuk. Nou, misschien, wie weet, krijgt dit nog een vervolg. Nummer 2, linksaf. Nummer 2, linksaf. Oh, wat een poep. Lekker poepen. De koetjes staan lekker in de wei. Maar ze zijn wel naar de schaduw verhuisd, zie ik. Zie je dat? Ze staan met z'n allen op één... Kluit. Ja. Hier staan ze ook in de schaduw. Oh. Ik wil jullie een complimentje geven vandaag. Ik vind jullie heel slim dat jullie naar de schaduw zijn verhuisd. Die ene koe die staat me aan te kijken alsof hij denkt van... Ik zie water branden. Kijk deze, die kwispelt ook een beetje met zijn staart. Mm-hmm. Zie je dat? Doei. Wij gaan weer verder. Lekker kouwen vandaag, hè? Hij kwelt ook een beetje. Nou, je snapt toch niet dat dit misschien ooit gaat verdwijnen, dit beeld? Die een die heeft een piercing. Ja, die heeft een neusring. Wel gezellig dit, hoor. Oh, lekker de koetjes. Wij willen jullie bedanken. Bedanken voor alle melk. Ja. Goed gedaan. Ik vind dat dit ook wel eens gewoon gezegd mag worden tegen de koe. Ja? Je vind drinkt je helemaal geen koeienmelk. Jawel, ik eet toch kaas? Oh ja. Ik leef van kaas. Dat is ook kaas van de koe gemaakt. Kaas is leven. Ja. Oh, daar gaat er nog één poepen. Oh. Oh, het spettert bij je benen. Hallo. Oh. Thank you.
leuk plekje gevonden bij Twents Steakhouse Nobers. Wat gaat zij nu doen dan? Wat doet zij? Nou, ik pak even een kussentje, want anders heb ik er ribbels in mijn reet. Ribbels in? Kijk, als je hierop gaat zitten en je bent naakt of bloot, dan... Zou niet best zijn als jij naakt weer op gaat zitten. Ja. Nou, hoe zit je? Dan krijg je ribbels. Hoe zit je hier? Ja, top. Dit is fantastisch. Kijk, er tegenover zit ook een terrasje, maar dat staat in de schaduw. Ja, daar gaan wij niet. En we zitten tegenover een kerk in de Dorpstraat in Hellendoorn. Maar wij dachten eigenlijk allebei dat Hellendoorn iets groter was. Ja, misschien is het ook wel groter. Zit het hier achter of zo, maar dat weten we niet. Nou, ik denk dat dit het is, maar dat Hellendoorn gewoon vooral bekend staat om dat pretpark. Dus als je dan Hellendoorn hoort, dan denk je van, oh, pretpark, dat is heel groot. Oh. Snap je? Maar ik denk dat het een heel klein dorpje is. Ik weet ook niet of ik ooit al eens in dat pretpark ben geweest. Ik weet ook niet of ik er wel eens ben geweest. Oké, nou. Over tot de orde van de dag, want wij gaan even wat bestellen. Cocktail time. Borrelkaart. Nou, genoeg keus. Maar ik denk dat ik al weet wat ik neem. Nou? Een radler. Ik ook. Proost. Proost, ik heb een 0.0 en jij hebt een andere. Ja, ik heb gewoon radler gezegd en ik krijg dit. Maar dit ziet er ook lekker uit. Dus, proost op jou, Engel. Engel, als je dit ziet. Deze is speciaal voor jou. Of deze drink ik op jou. En hij is lekker. Ja? Ja. Gelukkig. Maar dat komt omdat er Engel op staat. Ik denk het ook. Nou, genoeg voor over Engel, want... Het gaat altijd over Engel. Jullie denken nu waarschijnlijk, wie is Engel? Waar hebben jullie het over? Maar wij hebben... Wij volgen iemand op YouTube. En die doet hetzelfde als ons. En die man die heet Engel. Engel en Margot. En zijn vrouw heet Margot. Ja. Kijktip van ons, Engel en Margot. Die hebben een camper. Leuk om te volgen. We zijn inmiddels weer op de camping. En we gaan lekker even een bakje koffie drinken. Ja, lekker zin in. Ik heb wel zere billen. Wat zeg je? Ik heb zere billen. Ja, dat noemen ze zadelpijn. Oh, ik heb zadelpijn. Ja. En wat krijg je? Kijk, we hebben ook nieuwe buurtjes, want vanochtend stond hier nog een kip shelter, maar die zijn inmiddels vertrokken en er staat nu een prachtige vouwwagen. Gezellig, hè? Heel gezellig. We gaan even een spelletje doen onder de koffie drinken. Mm-hmm. Ja, ik ga niet schudden, ik doe gewoon roeren, ja? Mm-hmm. Gewoon... En dan pak je de hoeveel kaarten? 30? 30. Oké. Doe ik ze tellen. Skip bow. Nou, ik ben lekker aan het koken. We eten orzo met spinazie en tomaatjes. En hier is de orzo. Het brandt een beetje aan. Nou, we gaan deze kant op, want het is te warm daar in de zon. Hou je het gele bord? Ja, maar niet uit. Kijk. Tijd voor de afwas en eventjes de vuilnis wegbrengen.
Vanmorgen toen stond ik hier af te wassen en toen stond hier nog iemand. En er waren nog een paar mensen, maar dat gaat dus niet, want dan moet je dus wachten. Dus het is wel weinig, want er zijn 2 afwaspakken. Ja. Dat dacht ik gisteren eigenlijk al, want dit is een textielbak. Maar dit zijn dus 2 afwasbakken voor de gehele camping. Ja, dat is vrij weinig. Ja. Als je dan rond spitstijd, dan sta je hier in file. Ja. Nu staat de camping nog niet vol. Ik heb ook nog niet te wachten om af te wassen. Nou ja, kan. Schiet op, want die kussens die vallen naar mijn handen.